Hallo guys, Job hier, aka de Tuber. Ik ben hier samen met Jeyoon. Hi. En vandaag gaan wij reageren op oude video's. We zochten in eerste instantie video's van ons twee die we hadden gemaakt in het jaar 2015 ongeveer. Maar omdat ik toen niet heel erg veel met Jeyoon omging, hebben we er maar gewoon voor gekozen om een aantal video's van mij te kiezen in het jaar 2015. Toen ik nog op een andere kamer zat met een boekenkast achter me, waardoor mensen dachten dat ik in de bibliotheek de video's opnam. Lang verhaal. Doe een dikke vette like. Hoeveel likes gaan we proberen te halen? 2k. Nee, wacht. Meer. 3000 likes en we gaan vaker reageren op oude video's. Ik moet zeggen, je outfit is wel een beetje... Mijn outfit is wel een soort van on fleek. Maar heb je die shirt nu nog steeds? Ik heb dat shirt nog steeds, man. Die ligt hier in de kast. Nevertheless, dit videootje heet Epic. Hij duurt 2 minuten 59. Ik heb hem gemaakt in 2015 in de zomervakantie. Toen was alles echt heel anders. Nevertheless, we gaan beginnen met het reageren. Laat me heel even snel de audio hier wat harder zetten, zodat mensen precies kunnen horen wat er allemaal gebeurt. Oké, doe het oortje in. Ben je ready? Ja, ik ben ready. Oké, let's go. Ik heb nog niet gezien, dus ja. Ik heb deze... Ik kan me helemaal niet meer herinneren wat dit is. Ik ben op mijn telly. Nepga. Heb jij toevallig dorst? Een beetje. Oké, dat is dan heel jammer. Hoezo jammer? Ik kan gewoon drinken pakken. Ja, stem ook jammer. Oh, Red Bull. Oh nee. Het is leeg. Hij is op. Hij is op. Heb je hem dan serieus opgedronken? Dat heb ik inderdaad gedaan. Pak ik toch gewoon een nieuwe. Ik mis deze soort video's, man. Ik maakte die toen echt met plezier gewoon. Kijk, mijn broek gewoon half in mijn... Of mijn shirt half nog gewoon in mijn broek zit. Ik had echt een choppy broek daar, man. Alles is ook gewoon nog hetzelfde in mijn huis, hè. Valt je dat ook op? Ja, man. Hoe gaan we daar ook een sketch op nemen? Dat kan echt veel epischer. Hoe bedoel je? En nu in het episch. Heb jij toevallig een beetje dorst? Nee, ik heb net al gedronken. Ik klootzak, doe nog gewoon even mee, want zeg even je dorst hebt. Oké. Dat was wel die periode dat sketches gewoon echt de shit waren op mijn kanaal. Even no joke. Heb je dorst? Ja, ik heb echt dorst. Gelukkig heb ik hier drinken staan. Oh nee, het is op. Wedden? Hij is op. Ja, nee, dat klopt. Oh, we gaan heb even jij doen. Dat gedaan? Dat heb ik gedaan. Ik moet drinken halen. Oh, deze dag kan ik me nog herinneren. Ik zweer, deze dag kan ik me nog herinneren. Ik sliep niet op de grond omdat ik geen eens een bed had. Helemaal goed. Oh, hoort de open oma gaat nog eten? Nee. Nee. Ja, dit waren wel leuke video's, man. Dit waren echt typische video's die ik dat jaar maakte. Ik ga het nog meer doen, man. Wacht. Waarom heb ik eigenlijk een mes nodig? Ik had ook zo'n puisje hier gewoon. Fucking. Dat was niet eens de bedoeling trouwens. Dat ging volgen. Je ging weer polgen. I'm fucking serious right now. Oh, dit weet ik nog. Ja. Let op. Wow. Let op. Ciao. Kut. Kijk, dat heb ik nog steeds, zeg maar. Ik doe eerst dingen voordat ik erbij nadenk. Dus dat is wel misschien iets minder. Maar ja, ik mis dit soort video's wel. Oké, we gaan eens even kijken wat we nog meer hebben. Ik heb hier ook een video. Dit past zo erg bij jou gewoon. Dit was echt, de Job uit 2015 gewoon. De volgende. Dingen die je kunt doen tegen de warmte. Dit kan ik me nog herinneren. Dit was in de zomervakantie van 2015. En het was fucking warm. Maar dan bedoel ik ook echt fucking warm. En iedereen op Twitter zat te zeiken over dat het zo warm was. Zelfs deze guy. Hij natuurlijk emo met rare emo muziek. Terwijl die in zichzelf aan het steken was. Nee, het is een praatje zo. Wat is er? Let's go. Wat is er? Oké, we gaan erop reageren, jongens. Ik heb er zin in. 10 dingen tegen de warmte. Gemaakt bij Job uit 2015. Let's go. 10 dingen die je kunt doen als je het warm hebt. 1. Als je het warm hebt, is het een goedje. Kijk mijn gezicht daar en kijk mijn gezicht nu. Er is zoveel veranderd, bro. Even no joke. Ik eerlijk, ook je hoofd? Maar ik lijk ook helemaal niet meer op die persoon. Ik zie mezelf daar helemaal niet meer in terug. Ik weet het niet. Ik zie daar een heel ander iemand zitten of zo. Niet zozeer qua gedrag, maar wel qua uiterlijk. Ik weet nog die roze nagellak, omdat deze flikker dat per ongeluk in een make-up video probleem. Nee, om naar buiten toe te gaan. Serieus. Naar buiten. 2. Hou je handen onder koud water. Oké. Dit was echt zo'n choppy video, man. Dit is echt
fucking saai. Weet ik toch. 3. Zorg ervoor dat je jezelf in een koude omgeving bevindt. Oh, serieus? Je wil dat ik in de koelkast ga zitten? Ik heb echt een paar kop toegesmet aan bal-air-kleding, man. Ik ben echt dan fucking debiel geweest, dan, Mattie. Echt niet normaal. Een koelkast, weet je, waar flessen in staan. Is dat een grap omdat ik klein ben? Zo van, oh, dat joegje, dat past er wel in. Dan fuck jou, jongen. Koelkastgrapjes. En nu ga jij in die koelkast, anders breek ik je fucking nek door midden. Oké. Ik vind het echt zo choppy hoe ik daar gewoon... Ik vind het gewoon cringe, man. Sorry hoor, Stan. 4. Eet een ijsje. Oh. Waarschijnlijk druk ik hem nu fucking hard in mijn gezicht omdat dat zeg maar de humor was die ik toen had. Let maar op, 100%. Maar dat is in principe allemaal niet erg. Dat gaat 100% gebeuren. Ik bedoel, ijs, daar houdt iedereen van, toch? Oh. Dit is allemaal geen ijs. Nee, dat klopt, want dat is... Maar ik kan niet tegen deze humor, man. Ik zweer, ik kan niet... Ik kan niet, ja. Pis. Oh, maar dat maakt het veel minder erg. Ik kan niet tegen deze humor. We gaan door naar de volgende video. Job is blond. Kijk, dit vind ik wel leuk, want... Dit was met Dylan, toch? Dit was met Dylan, ja. Kijk, ik ben nu niet meer echt blond. Ik ben nu meer een soort van... Ja, ik heb bruin haar, maar er zijn wat blonde plukjes en zo die er nog zijn. Maar dit was de eerste keer dat ik mijn haar ging blonderen. Dat was samen met Dylan. Deze video heeft bijna 1 miljoen views en 70.000 likes. Dat is werkelijk waar insane. Eind 2015, dat is inmiddels dus al 2 jaar geleden. Laten we hem gaan checken, jongens. Let's go. Jullie gaan momenteel kijken naar een video... Ik praat ook echt op zo'n choppy manier. Ja, je stem is gaan... zwaardig geworden. Zo van, ja, mijn stem is wel iets zwaardig geworden. Maar ik vind het... Kijk die hoofdpoel, wat is dit, man? Wat gebeurt er dan met je voorhoofd, wat is dat? Ik heb zoveel hersenen, jongens. Mijn voorhoofd is zo groot door al die hersenen. Nee, blauw. Oh ja, blauw. Ik leek op die guy van Dragon Ball Z. Kom mee. Ik zweer het je, man, bro. Vind je hier nog van? Ik vind het heel mooi. Ik wil eigenlijk geen eens blond. Ik wil gewoon dit voor altijd. Stel voor ik had dat haar, die haar gewoon. Fucking. Ik denk net zo'n gewoon wit, hè? Weet je wel, zo'n baas uit een horrorfilm. Ik ben benieuwd wat de gemiddelde reacties op Insta was. Zo geniaal. Dit is wel mooi. Maar even heel serieus, als ik mezelf zo zie, dan denk ik eerder dat het mijn kleine broertje is of zo, man. Ja, of een tweeling of zo. Of een tweeling, inderdaad. Maar dan echt zo, je hebt zeg maar die Zack en Cody toch? Eentje is heel erg van het studeren en eentje is gewoon ruïna. Zo van, ik heb die transition gemaakt, man. Zelf geworden. Poort, dan sta ik daar met dit haar. Ja, denk met dit haar. Jongens, like deze video massaal. Like deze video massaal. We hebben wel 70.000 likes gehad, dat is wel goed. Maar hier ging het uitspoelen en gewoon echt, dit was zo erg. Je had toch ook een video hiervoor met dat ze moeten liken? Ja. Oh shit, dat was echt giel ook, hè? En het, ja, dat was bloedig, joh, hè? Dat was wel leuk om te doen. Dat was wel leuk om een keer mee te maken. Zo geel gewoon. Ik weet nog dat ik thuis kwam. Ik kwam thuis en ik was alleen thuis met Jay. En de volgende dag kwamen mijn opa en oma thuis. En mijn haar was helemaal geel. Dus ik loop naar beneden toe met gewoon geel haar. En mijn opa en oma waren zo boos. Omdat ik en Jay het hele huis gewoon op de kop hadden gezet. Dat ze gewoon niet eens door hadden dat mijn haar geel was. Mijn oma die was zo van, het hele huis zat op de kop. En ik zat zo met geel haar gewoon echt voor de zo van, oma. Mijn haar is geel. Ik weet niet of je dat hebt gezien. En ja, toen hebben we best wel veel ruzie gekregen. Maar dat is wel een leuk feitje. Ziet wanneer ik zo meteen droog aan doen. Het is echt noedels, man. Ja. Alleen nog een beetje kruiden eroverheen. Je zou gewoon kunnen choppen, man. Even no joke. Dat heb ik gezegd, hè? Is het echt zo erg? Wat? Die kapper die momenteel mijn haar daar uitspoelt, die ken ik nog steeds. Of die ken ik niet, maar die heeft vaker zeg maar mijn haar daar gedaan. Hoe lang blijft dat? Ja, is het rosten? Zo, dit is weer de Job die zeg maar nadenkt nadat hij iets heeft gedaan. Ik bedoel, ik ga mijn haar blonderen. Vervolgens vraag ik hoe lang het blijft. Fucking tering lang. Stel voor ik had het vanaf dat moment niet meer aangeraakt, dan was het waarschijnlijk nu pas helemaal weg geweest, denk ik. Ja, dat is toch gewoon een blonde? Ja. Serieus, Giel? Ja. Ja, dat is fucking Giel, joh. Dat heb je verkeerd ingeschat, man. Ja, het is nu nog nat. Maar dat geel trekt weg, toch? Ja. Stel voor ik had het toen nog een roze kleurspoeling in gedaan, had ik gewoon mijn haar daar roze gehad. Dat was de eerste bedoeling, hè? Want de video die hiervoor geüpload werd, die heette Like als je op roze moet. Zie hoe bang je was. Maar ik durfde dat gewoon niet meer. Oké, nu kwam het moment dat ik mezelf in de spiegel ging zien. Dat was het ergste van allemaal, bro. Ik was helemaal in shock gewoon. Dat weet ik nog zo goed. Fucking Goku, bro. What the fuck? Ik zat ook echt zo in mijn haar te wrijven, zo van... Is this real life? Heb ik dit zojuist echt bij mezelf gedaan? En vanaf dat moment, mensen denken ook legit dat ik die kleurspoeling vanuit mijn haar zeg maar heb gegeten. Dat ik daarom op een gegeven moment helemaal psychisch ben geworden. Is niet de exacte reden. Ik bedoel, ik heb gewoon, ben gewoon op mijn hoofd gevallen. Ja, het is schil. Bro, man. Nou, dat is los nog overheen, hè? Ik was echt even, ik was in mijn eigen, bro, ik zat zo te kijken naar mezelf en ik dacht van, joh, man. Zo teleurgesteld in jou. Je weet toch, hoe kun je dit doen zonder erbij na te denken? Zoveel mensen zijn nog tegen mij. Yo, man, ik weet niet of het slim is om je haar geel te doen. Het is best wel raar. En ik zei van, no, man, dat is hard, man. Ik zat er in die stoel, ik kijk naar mezelf en ik denk van, yo. Ik weet niet of dit is. Ja, nu is het wel hard. Nu is het, maar... Ja, maar oké, okay, maar nu ben ik ook. Ik zeg je eerlijk, ik ben nu, kijk, ik ben bruin, bro. Het is bruin nu. Kijk maar, het is bruin.
Kijk, het is niet meer geel, maar daar was het echt geel. Het was echt geel, dat is geen eens blond, het was geel. Goed? Ja. Insane. Een beetje op je eigen kleur. Wel geel is niet kwaad. Wist je trouwens dat dit mijn originele haarkleur was toen ik een jaartje of 2-3 jaar oud was? Echt? Ik weet echt niet hoe dat weg is gegaan, bro. Ik ben van fucking licht blond van toen ik 2-3 jaar was, ben ik naar bruin gegaan toen ik 15 was. En toen naar blond omdat ik dat leuk vond. Je bent nog een keer bij de kapper van ja, ik wil andere kleur zo. Nee, ja, nee, maar het is echt automatisch gegaan, hè. Echt? Ja, ik ben letterlijk van licht blond ben ik tot mijn 15e ben ik naar bruin veranderd. Fuck. Ik wist niet eens dat mogelijk was, maar is wel gebeurd. Gaat goed? Ja. Deze diamond. Hier leek ik echt op, bro, what the fuck? What the fuck? Ik lijk hier niet eens, bro, maar ik lijk er echt totaal niet op. Eerlijk, als jij deze job ziet, lijk ik er nu op? No, nee, totaal niet, hè. Maar lijkt het alsof je hoofdvorm is veranderd of zo. Alles, hè. Het lijkt alsof ik helemaal ben veranderd. Ja, nevertheless, jongens, reageer op oude video's samen met Jeon. Ik vond het leuk om te doen. Wil je nou dat we vaker op oude video's gaan reageren? Doe dan een dikke vette like. Abonneer op het YouTube-kanaal van Jeon. Abonneer op mijn YouTube-kanaal. En tot de volgende keer. Adios.